om te beginnen uw vraag te beantwoorden, dan zal ik het eigenlijk de feitelijkheden eerst aanhalen en vervolgens het wettelijk kader, dus datgene wat gebeurd is. Laat mij aangeven dat er zijn bijvoorbeeld op ten aanzien van mevrouw Regita Edenburg is er op 24 september 2012 een vestigingsvergunning afgegeven aan haar. Deze vestigingsvergunning is ingetrokken op 16 maart 2023, dit jaar dus. En de uitreiking van de intrekking is gedaan op 29 mei 2023. Laat mij aangeven wat hieraan vooraf is gegaan. Namelijk dat op 20 februari van dit jaar een schrijver is gegaan van het Hoofd Vriendelingenzaken dat betrokkenen dus een ernstig gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Dat ze inbreuk heeft gemaakt op de openbare orde en rust. We zijn tot die conclusie gekomen aan de hand van een spraakbericht van mevrouw Edenburg van 16 oktober 2022. En eigenlijk ben ik ook bereid om al deze spraakberichten later met u te delen, zodat dat ook gedeeld kan worden met de gemeenschap. Dit spraakbericht was in de Saramakaanse taal. Dit is vervolgens vertaald. En dan in het bericht roept Edenburg mannen op om zich te melden voor militaire training. En wanneer u een training hebt ondergaan, zult u waarschijnlijk dan een militaire dienst verrichten. En het doel was beveiliging van het Saramakaans grondgebied. De PG, de waarnemend PG, heeft onderzoek laten verrichten door politieregio Midden. En werd mevrouw Edenburg dus als verdachte aangemerkt. Ze is meerdere keren opgeroepen door de politie voor verhoor. Ze heeft zich nooit aangemeld. Wel is er telefonisch contact gehad, tot stand gebracht met haar, waarbij dus over die zaak is gesproken. Verder is er ook telefonisch contact gelegd met haar juridisch adviseur, dat is meneer Frank King. Volgens mij zit hij in Nederland, maar hij had wel gebeld naar de politie van Nieuwe Grond. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 11 november 2022. En de onderzoekende politieambtenaar in deze zaak heeft ook telefonisch contact gehad met Albert Aboikoni, groot opperhoofd der Saramakaners. En die heeft bevestigd dat hij op de hoogte is van de activiteiten van mevrouw Edenburg. Die conclusie is getrokken dat aan de hand van deze zaken, dus de nationale veiligheid, in gevaar is gebracht. Vervolgens heeft mevrouw Edenburg op 8 september een brief geschreven naar de districtcommissaris van Brokopondo, waarbij hij haar dus meedeelt dat ze op 19 september 2022 een demarcatiebord zal plaatsen aan de Afubakkaweg ter hoogte van Krakka. En vanaf Krakka tot aan de grens met Brazilië wordt dus dan gedemarkeerd als Saramakaans grondgebied. En dat dus de DC van Brokopondo en het staatsgezag geen zeggenschap hebben over het Surinaams grondgebied dat wij aannemen. Dus het plaatsen van het demarcatiebord is natuurlijk in strijd met onze nationale wetten. Sowieso heeft ze geen toestemming gehad van de districtscommissaris om dit te doen. Er zijn felle reacties gegeven op dit besluit. Met name FITS heeft geprotesteerd.
dat, dus er, dat er voor onrust wordt gezorgd in het gebied en ook onrust tussen de verschillende groeperingen. Dus trots dit is die mevrouw dus doorgegaan en er, is ook, er zijn ook beelden waar dit uitgebreid, die proclamatie uitgebreid wordt gedaan. Vervolgens zien we ook weer dat ze op 13 februari dit jaar in een voicebericht de, ook weer de DC van Brokopondo schoffeert. Hij had namelijk mensen uitgenodigd om hoorzittingen te doen. En die mevrouw Edenburg heeft dus aangegeven dat de mensen niet moeten gaan, want de DC en doortrekken naar het overheidsgezag geen zeggenschap hebben in het gebied daar. Dit is sowieso ook een openlijke oproeping tot burgerlijke ongehoorzaamheid jegens de DC en het centraal gezag dus in Paramaribo. Vervolgens zien we dat mevrouw Edenburg deel heeft in de oprichting van het Saramakaans Volkstribunaal. En met de instelling hiervan zien we dat naast onze rechterlijke macht, met de zittende en de staande magistratuur, dus we nog een lichaam krijgen met openbare aanklagers die hun bevoegdheid mogen toepassen, exerceren vanaf Kraka aan de Afabakaweg tot aan de grens met Brazilië, zoals dus is gezegd. En van dit tribunaal kan ik zeggen dat ze bijvoorbeeld een brief hebben geschreven naar de regering Santokki-Brunswijk, dat deze regering niet legitiem is. Dus we zitten eigenlijk met een regering die niet op basis van onze grondwet is tot stand is gekomen. We zien ook dat dit tribunaal, en dat is recentelijk, hebben ze geschreven naar de goudmaatschappij Sijing, dat zij zullen worden aangeklaagd bij internationale organisaties, onder andere de Organisatie van Amerikaanse Staten, en dat de Federal Bureau of Investigation, FBI van Amerika, een onderzoek zal instellen naar hun activiteiten. We zien ook dat tenminste een advocaat bij het Hof van Justitie en ook lid van de Surinaamse Orde van Advocaten lid is van dit tribunaal. En deze advocaat, een mevrouw, zit ook in het verdedigingsteam van mevrouw Edenburg. Dus laat mij aangeven dat de oprichting van dit tribunaal een grove schende is en miskenning van onze grondwet. We zien ook dat eigenlijk in navolging van haar aankondiging dat ze dus een militaire groep zal formeren, dat inderdaad ze op pad gaat en wel op 24 en 25 mei van dit jaar met enkele heren, mannen, die gekleed gingen in truien, waar staat aangegeven Saramaka Security. Dus het is de groep die ze had aangekondigd dat ze zou formeren. En deze groep is dus opgetreden op 24 mei bij de landingplaats van Waterhoed. En ook op 25 mei, dus van dit jaar, bij Kwangu. Waarbij ze, ze hebben ondernemers bedreigd. Een meneer hebben ze bedreigd en geïntimideerd dat hij dus daar moest vertrekken. En op grond van al deze zaken is dus opgetreden tegen die mevrouw. En laat mij aangeven dat dus het vestigingbesluit van haar, die vestigingbeschikking, al was ingetrokken. Maar we hebben geen ruimte gehad om dat uit te reiken aan haar, omdat we dus de politie hiervan niet kunnen aanhouden. Ze heeft wel contact gehad met de politie.
Ze wist dat ze werd opgespoord en ze heeft zich dus tot dan buiten de handen van justitie en politie kunnen houden. Laat mij dus eigenlijk ook aangeven dat de activiteiten vanuit de politie, het Openbaar Ministerie en justitie niks te maken hebben met het cyanide-vraagstuk. Dus niet dat ze is opgekomen en dergelijke, dat dus de acties vanuit het ministerie en politie en OM tegen haar zijn geëxerceerd. Nee, helemaal niet. Laat mij ook aangeven, ten aanzien van de manier van uitzetting via Frans-Guyana, er is advies gevraagd bij de Vreemdelingendienst en het Openbaar Ministerie ten aanzien van uitreizen, afgeven van een noodpaspoort. En het advies is dat het kan. Vervolgens heeft de Vreemdelingendienst, het hoofd van de Vreemdelingendienst, waarnemend hoofd van de Vreemdelingendienst, heeft geschreven naar CBB voor dat paspoort. En dat paspoort is verstrekt. Er is wel contact geweest met de Nederlandse consul, het consulaat. Kijk, ik weet bijvoorbeeld van mijn tijd bij de politie, wanneer iemand met een buitenlandse nationaliteit wordt aangehouden, dat de politie die melding doet aan het consulaat. Niet dat het via buitenlandse zaken moet gaan en dergelijke. Ik weet niet als de procedures ondertussen zijn veranderd, maar toen nog kon er direct contact worden opgenomen met het consulaat en het consulaat kwam in. In dit geval heeft dus de Vreemdelingendienst het consulaat benaderd van deze mevrouw, vestigingsbeschikking ingetrokken, kunnen we een noodpaspoort bekomen van u. Het zou zijn dat het consulaat daarop zou reageren. Ze hebben toegezegd dat ze zouden nagaan. Volgens mij op 29 of 30 mei zouden ze langs gaan om dat te doen. Het is niet gebeurd. En voor mij, vanwege alle onrust die er was ontstaan door de vreemdelingenbewaring nemen van mevrouw Edenburg, heb ik gezegd van nee, we moeten deze mevrouw zo snel mogelijk uitzetten. Vandaar dat is gekozen voor de manier hoe het is gegaan. Laat mij ook aangeven dat er een rechtszaak is geweest. En de rechter is niet gevallen over de wijze van uitzetting van mevrouw Edenburg. De rechter heeft gevraagd, heeft die mevrouw tijdens de inbewaringperiode ruimte gehad om bijvoorbeeld in beroep te gaan bij de president, de kortgeding rechter te adiëren en zo. En de advocaten hebben aangegeven, ja, we hebben wel ruimte gehad om dat te doen. Dus het feit dat de mevrouw op deze manier is uitgezet, is niet, tenminste de rechter heeft het niet aangehaald als een punt van discussie en dergelijke. Dus hier moet er wel duidelijkheid daarover zijn van, jammer zou ik nu zeggen dat de zaak niet verder is gegaan, want al deze vragen die nu circuleren, ze konden beantwoord zijn geworden ter terechtzetting. Laat mij ook aangeven dat mevrouw Edenburg, haar leven is op geen enkel moment in bedreigd. Ze is niet ontvoerd door de Surinaamse politie. We waren bezig met de uitzettingsprocedure. Uit veiligheidsoverwegingen van de politiemannen, maar meer nog van mevrouw Edenburg zelf, is er geen rukbaarheid gegeven aan de manier hoe zaken zijn verlopen. En er zijn tal van andere zaken gezegd, maar ik heb eigenlijk alles chronologisch aangegeven. Als ik bijvoorbeeld zou mij de vraag gesteld zou worden van is de territoriale integriteit
en rechtsorde van Frans-Guyana, Frankrijk in dit geval aangetast? Ik zou zeggen nee. Afgelopen dinsdag, 6 juni, heb ik nog besprekingen gevoerd met de Franse ambassadeur en met de Guyanese ambassadeur om over veiligheidsbesprekingen afspraken te maken. En in tegendeel zou ik zeggen dat de Surinaamse rechtsorde, weet je, onze rechtsstaat is wel aangetast door de, bedreigd ook door de activiteiten van mevrouw Edenburg. En ik heb ook die opbouw gegeven van bijvoorbeeld afscheiden, dan wel demarkeren van het samengrondgebied middels een bord. 2, instellen van het volkstribunaal waar indringers bereikt zullen worden. Dat voice bereik is er ook. De oproep aan de bevolking voor aansluiting tot een militaire groep die militaire training zal ondergaan om het Samaka grondgebied te beveiligen. En als laatste de intimidatie en bedreiging van ondernemers in het Brokopondo gebied.